Dames en heren, het heeft heel lang geduurd voor de mensen die niet konden wachten zoals ik op de game van Bethesda. Fallout 4, dames en heren. Iedereen weet het, ik ben er enthousiast over. Als je er niet enthousiast over bent, dan ga ik je enthousiast maken. Want ik heb pas op mijn kanaal een video gemaakt over Fallout 3. En Fallout 3 is een game die wat ouder is, maar perfect was. Het was heel goed, het was spannend, het was actievol. Het had wat MMO-ideetjes. Het was gewoon de game. En nu eindelijk op de next gen game, de eerste game op de next generation consoles van Bethesda, Fallout 4. En echt waar, ik zat eigenlijk meer op de graphics te letten dan uiteindelijk op de teksten die werden verteld door de dialogen die werden gesproken. Dus nou, ik zal je kort vertellen. Ik begon met het spel om 12 uur 's nachts. Want ja, ik ben natuurlijk wel iemand die het wil proberen om 12 uur wanneer de game uitkomt. Ik wil Bethesda heel erg bedanken voor een recent exemplaar die ze me hebben opgestuurd. Want daardoor kon ik dus om 12 uur keihard gaan gamen. En ik heb het volop 1,5 uur ongeveer gespeeld. En ik moet zeggen, ik ben verbaasd. Ik was serieus nog maar bij de tweede missie na 1,5 uur. Ik zat serieus 1 uur lang op missie 1 te spelen. En natuurlijk was die missie groot, want je moest je karakter maken en dat duurde ook natuurlijk eventjes. Je ging dingen verkennen, huisjes verkennen en natuurlijk ja, een explosie. Het was echt gigantisch gaaf gedaan. Ik heb via Twitch heb ik dat gelivestreamd om 12 uur. Er waren niet zoveel kijkers. Natuurlijk logisch, je gaat slapen, je hebt een normaal leven. Maar goed, daarom heb ik dit eventjes voor jullie geknipt. Wat beelden uit de livestream. Nou, en het is gewoon een game die fantastisch eruit ziet. Mijn eerste indruk is wauw. Ik ben serieus nu al dus 1,5 uur bezig. En ik ben nog maar bij de tweede missie. En ik geloof dat deze game wel over de duizenden missies heeft. Want je hebt ook dat je maximaal kan levelen tot oneindig. Je kan alles doen in de wereld. Je kan verkennen. Je kan je wapens craften uit materialen. Je kan je kleding craften. Je hebt een hond die kan verkennen. Ik heb al zoveel ontdekt nu. En er valt nog veel te ontdekken in deze game. Dus ik raad het aan. Speel Fallout 4 op je gemak. Je kan er ook doorheen rushen. Maar ik denk dat je dan heel veel mist. Ga die stukken land verkennen. Ga gewoon kijken, wat is er in dat dorpje? Zijn er vijanden? Zijn er monsters? Zijn er beesten? Of is het veilig en kan ik mijn spullen jatten? En met die spullen kan je dus je eigen huisje bouwen. Het is ongelooflijk. Het verhaal is tot nu toe heel vet. Ze hebben een beetje echte beelden gemengd met de beelden in-game. En ja, natuurlijk zie je wel een beetje verschil. Maar ik vind wel, graphics staan echt op zijn max. Ik speel hem dan op de Xbox One. Maar de graphics staan echt super hoog. En ik denk als je hem op de PC speelt, dat je er misschien wel zelfs nog meer uit kan halen. Want er zullen wel mods uitkomen en dat soort dingen. Dat je de game nog meer kan opboosten. Maar dat komt altijd wel later. Nou, dit is dus mijn video. Mijn allereerste video over Fallout 4. Mijn eerste indruk, heel belangrijk. Wat ik van dit spel vind. Het was boven mijn verwachtingen en ik had het eigenlijk stiekem verwacht. En ik had zoiets van, moet ik het gaan vergelijken met Fallout 3? Dat kan. Je zal wel dingetjes terugvinden, maar wel heel anders aangepakt. Veel beter eigenlijk. Dus test daar goed werk. En ja, ik kan wachten op content. Maar laten we eerst eventjes zoet zijn met de volledige game. Willen jullie meer Fallout 4 video's op mijn kanaal? Laat het weten in de comments. Dan weet ik ook of jullie het leuk vinden om deze game te zien. Bedankt voor het kijken. Vergeet vooral geen duimpje omhoog achter te laten. En tot de volgende keer. Doei doei!